Hi, ik wil het met je hebben over soortvorming, het ontstaan van nieuwe soorten. Apen en wij hebben een gemeenschappelijke voorouder. Maar betekent dat nou dat er een aap is geweest die een mens gebaard heeft? Nee, natuurlijk niet. Het ontstaan van een nieuwe soort gaat heel geleidelijk en duurt miljoenen jaren. Als je alle dochters naast hun moeder zou zetten, vanaf de voorouder die we delen met Australopithecus afarensis tot aan nu, zou je geen verschil zien tussen een moeder en haar dochter. Maar neem je de nakomeling van een miljoen jaar later, dan zie je wel verschil. Omdat we organismen graag in hokjes stoppen, hoor je ofwel bij de ene soort, ofwel bij de andere soort. En dat is eigenlijk kunstmatig. Om dat duidelijk te maken, kijken we op een kleinere schaal. Om in Nederland alcoholhoudende dranken te mogen kopen, moet je 16 jaar of ouder zijn. Als jij dus iets wilt kopen met alcohol erin, zul je idee laten zien. Maar de categorie 16 jaar en ouder is eigenlijk kunstmatig. Deze jongen is 15 jaar en 365 dagen oud. Voor zijn verjaardag morgen wil hij een krat bier kopen. Tegen sluitingstijd is hij bij de supermarkt. En natuurlijk krijgt hij die krat niet mee. De volgende dag, als de supermarkt open gaat, staat hij er weer. En nu krijgt hij de krat wel mee. En toch ziet de jongen er hetzelfde uit als gisteren. Zijn vader hoeft nooit zijn idee te laten zien. En zo gaat het bij evolutie. Alleen over een grotere periode zie je het verschil.